Goedendag en welkom bij deze nieuwe aflevering van ons programma In Gesprek Met, waarbij we onderwerpen aanhalen, gesprekken aangaan met interessante personen in Suriname, maar soms ook buiten Suriname. In dit eerste deel ga ik in gesprek met de auteur Karin Ahmad Moukrim. Zij is onlangs in Nederland gepromoveerd op de biografie van Anil Ramdas. We praten met Karin Ahmad Moukrim over haar promoveren, maar ook over haar schrijfproces. Karin Ahmad Moukrim, het is een eer om vandaag hier met jou te staan en met jou te praten. Ik ken jou natuurlijk van papieren, van de televisie, maar fijn en welkom bij ATV. Dankjewel, leuk om er te zijn. We gaan direct van wal steken. Je bent auteur, schrijfster. Hoe begon het bij jou? Oh, het schrijverschap, even nadenken. Door heel veel te lezen. Ik las heel veel als kind. Letterlijk de hele bibliotheek uitgelezen. Mm-hmm. Kinderbibliotheek. Dus het is begonnen bij de liefde voor boeken, basically. En dan daarna het schrijven als een soort manier om te begrijpen waar ik ben, wat er gebeurt om me heen. En zo is het begonnen. Mijn eerste boek is uitgekomen in 2004. Jeetjes lang geleden. Dus ik schrik er zelf van. Ja. En zo eigenlijk doorgegaan. Vooral met romans aanvankelijk. En dan later een beetje non-fictie erbij. En nu dus vooral non-fictie. En dan hoop ik op een gegeven moment weer een roman te mogen schrijven. Ik wil toch even teruggaan naar je jongere jaren. Welk boek heeft de meeste impact op je gemaakt? Dat is een moeilijke vraag. Ja, ik denk Harry Mulisch, De Ontdekking van de Hemel. Dat heb ik een paar keer gelezen. Dat is een heel Nederlands boek. Dat heeft mij heel erg gevormd. En daarna heel veel Gabriel Garcia Marquez, voor wat betreft zeg maar dat magisch realisme wat hij gebruikt in zijn werk. En dat deed me ergens een beetje aan de sfeer denken die ik soms in Suriname voelde. Dus de manier waarop je grote familieverhalen kan vertellen. En dan op de achtergrond dat magisch realisme, bijna dat spookachtige of bijna dat sprookjesachtige. Ja, toch? Ja. En dat heeft mij wel geïnspireerd in die zin dat ik dan ook durfde soms op die manier te schrijven. Want daar heb je wel een beetje lef voor nodig om zoveel verbeelding ergens in te stoppen, toch? Dat is wel bijzonder, hè, om dat op die manier te doen. Je won ook een award in 2009. Heeft dat je schrijven veranderd? Nee, eigenlijk niet. Het is wel fijn als het erkend wordt, hè, je werk, als mensen erkennen dat ze het, omdat mensen het goed vinden. Dus dat geeft je wel een beetje steun. Ik word gewaardeerd. En dat is een beetje het lastige met schrijvers. Je moet aan de ene kant helemaal niks aan willen trekken van de omgeving. Want ja, je gaat een boek schrijven. Wie zit er nou eigenlijk op nog een boek te wachten, toch? Ja. Dus jij als schrijver moet daar zo van overtuigd zijn van ja, dit boek is belangrijk en dit wil men lezen. Maar dan is het tegelijkertijd wel heel fijn dat wanneer zo'n boek uitkomt, dat de mensen dan wel zeggen van ja, dat vond ik wel heel mooi. Of het is wel goed gelukt. Maar voor de rest beïnvloedt het niet per se mijn schrijverschap. Zo van, sommige boeken van mij zijn dan een bestseller, toch? Ja. En dan zou mijn uitgever zeggen, ja, je moet weer zo'n boek schrijven. Ja, oh ja. En dan doe ik het toch niet, omdat ik het niet interessant genoeg vind om op die manier weer te gaan schrijven. Proces, juist. Ja. Ja, dus in die zin heeft succes of erkenning ook weer geen invloed, denk ik. Ja, dat is wel bijzonder. Wat schrijf je het liefst? Welk genre schrijf je het liefst? Het liefst toch fictie, dus echt verzonnen literatuur. Maar ik vind het even vaak heel belangrijk om non-fictie te schrijven. Dus omdat dat heel erg, daarmee kan je echt onderzoeken hoe de wereld erbij staat op dit moment of vroeger. Dus geschiedenis bijvoorbeeld. Dus ik vind het soms belangrijk om sommige dingen uit te zoeken. Mm-hmm. En dat kan dan niet altijd even goed in een verzonnen verhaal, dus in een fictieverhaal, toch? Klopt. Dus het heeft meer te maken met oké, welke vraag heb ik op dit moment? En op welke manier kan ik die het beste beantwoorden? Soms is dat via een roman, dus fictie. En soms is het via een historisch onderzoek bijvoorbeeld. En dan is het non-fictie. Ja,
Oké. Okay. En op een gegeven moment besloot je om te gaan promoveren. Hoe kwam dat besluit? Nou, ik wilde eigenlijk altijd dokter zijn. Helaas niet een dokter die je echt beter kan maken. Dat is helaas. Ja. Maar ik heb mijn master's natuurlijk al heel lang geleden gehaald. En, maar de academische wereld heeft me altijd best wel getrokken. Ik ben in die zin echt wel een nerd. Dat ik kennis heel fijn vind. Het geeft mij veel houvast om boeken te lezen. Waar mensen heel lang aan hebben gewerkt. En dat ik die kennis zo tot me kan nemen in een paar honderd pagina's. Dat vind ik echt een eer en een dat vind ik heel fijn. Dus die academische wereld heeft me altijd wel getrokken. En toen wilde ik dus de biografie van Anil Ramdas schrijven. Omdat ik hem ten eerste een hele belangrijke, extreem goede schrijver vind. Dus zijn werk trok me heel erg aan. Maar ook vooral omdat Anil Ramdas in Nederland eigenlijk... We weten dat hij zelfmoord heeft gepleegd, dat hij aan alcoholisme leed. In Nederland wordt hij vaak, wordt zijn ondergang als het ware vaak... te kortzichtig, vind ik, benaderd. Dus ik dacht, als ik zijn biografie ga schrijven, dan ga ik beter kunnen begrijpen waar nou die tragiek van Anil Ramdas in schuilt. En eigenlijk kon ik hem gebruiken als een manier om een groter deel van Nederland te schrijven. Ik heb hem gebruikt om iets te kunnen onderzoeken wat de plek is van een postkoloniaal schrijver of een zwarte schrijver, zoals ze noemen ze dan, als Anil Ramdas in het Westen. In het Witte Westen. Ja. Dus ik heb zijn leven gebruikt om te kijken naar hoe het Westen reageert op kritische postkoloniale stemmen. En dat is eigenlijk een heel interessant ding om een proefschrift over te maken. En toen dacht ik, heel concreet, sorry, maar dan heb ik twee vliegen in één klap. Dan heb ik en een nieuw boek en ik ben dokter. Ja. Dus wat er ook gebeurt als het boek niet aanslaat, maakt niet uit. Ik ben toch al dokter dan. Ja. En het is gelukt. En het is gelukt. En het boek wordt ontzettend goed ontvangen ook in Nederland. Ik heb hele mooie recensies. En, dus het is een mooie periode. Ja. Ook van onze felicitaties natuurlijk met de promotie. Heb je hem persoonlijk gekend, Anil? Nee, we hebben elkaar twee keer ontmoet. Dus de eerste keer heeft hij mij geïnterviewd voor een televisieprogramma van hem. En dan heeft hij me gewoon geïnterviewd. Na afloop hebben we misschien 20 minuten gebabbeld of zo. En daarna, dat was dan in, kort voor zijn overlijden, stonden we samen op een podium in Den Haag. En dat ging eigenlijk over de staat van Suriname op dat moment. Waren we het met elkaar oneens op dat podium. En toen wilde ik hem daarna nog spreken, maar toen was hij al weg. Oh. Dus we hebben elkaar dus echt niet gekend en nauwelijks gesproken. En nu de derde keer ken je hem wel, want nu heb je hem geschreven. Ja, ik denk wel dat ik hem nu ken. Ja, zou je ons kunnen uitleggen, wie was Anil Ramdas? Hij was een extreem intelligente man. Ik denk dat zijn eenzaamheid vooral een intellectuele eenzaamheid is geweest, zoals ik hem heb leren kennen door mijn onderzoek. Hij was extreem getalenteerd. Er zijn weinig tot geen mensen die ik als letterkundige eigenlijk ken in het Nederlandse taalgebied die zulke goede essays schrijven of schreven als Anil Ramdas. En dat is iets waar Suriname echt trots op kan zijn. Dat wij iemand hebben geleverd, dat Suriname iemand heeft geleverd en voortgebracht die echt op eenzame hoogte staat voor wat betreft essayistische kwaliteit. En hij was, denk ik ook op een meer persoonlijk niveau, was hij heel tegenstrijdig. Hij was zowel warm en supportive als heel arrogant en zelfingenomen en onuitstaanbaar. En dat zijn interessante dingen om te onderzoeken, toch? Als iemand heel complex is, dan ga je een interessanter boek erover kunnen schrijven dan iemand die of alleen maar slecht of alleen maar goed is. Ja. Is er iets tijdens je onderzoek, is er iets dat je bent tegengekomen waarvan je denkt, zo, daar gaat de wereld van schrikken? Nou, de wereld niet, maar ik denk wel het Nederlandse medialandschap. Want wat je ziet, heel kort samengevat in de carrière van Anil, is dat hij aan het begin van zijn carrière was hij vreselijk kritisch op de migranten en op de Surinamers en op de Hindustanen. Dus een soort nestbevuiling, toch? Ja. En dat werd echt heel erg gewaardeerd in Nederland. Zo werd hij echt zo positief door ontvangen, zou je kunnen zeggen. Waardoor hij ook veel kritiek uit de Surinaamse hoek kreeg, hè? Als zijnde van ja, een beetje slijmen bij de Hollanders of zo. Maar met de opkomst van het populisme, Geert Wilders en de PVV in Nederland, werd hij heel kritisch op Nederland en op het Westen in het algemeen. En hij zei, waar is die zelfkritiek van het Westen nu de barbaren van binnenuit komen? Want jullie zijn eeuwig aan het zeggen, ja, die barbaren komen van buiten. Ja. Maar deze onbehouden mensen met ongefundeerde meningen zijn witte mensen. Ja. Naarmate hij dat meer bleef zeggen,
trokken mensen steeds meer hun handen van hem af. En ik heb dat aangetoond, dat kan je heel concreet, als je alle archieven hebt, kan je heel concreet aantonen. Zo reageerden andere columnisten, andere journalisten in hun stukken op hem. Zo reageerden mensen op internet op hem. De meest vreselijke racistische dingen werden er gezegd. In radio-interviews, televisie-interviews werd hij ontzettend raar benaderd. En wanneer je dat nu terugleest, dan schrik je daarvan. En dat merk ik dus nu ook in de recensies in de krant in Nederland. Dat mensen echt zeggen van, wow, wat heftig eigenlijk hoe hij destijds is benaderd. Onder andere door mensen zoals wij, weet je wel. Hoe onbegrepen een aantal van zijn boeken is geweest, bijvoorbeeld. Dus ja, daar zijn mensen wel van geschrokken. En ik wist dat terwijl ik dat schreef. Zo, En ik dacht ook van, ik ben blij dat het een proefschrift is. Want wanneer ze het met me oneens zijn, als ze zouden zeggen, ja, dit is onzin. Dan kan ik zeggen, moet je ook een proefschrift schrijven? Om mijn tegendeel te bewijzen. Ja. Een deel van je titel is gefictionaliseerd en wetenschappelijke biografie. Hoe staan die begrippen tegenover elkaar? Oh, voor de lezing morgen? Ja. Ja. Ik ga in die lezing in op het verschil tussen... Kijk, ik heb een keer een boek over Anton de Kom geschreven. Mm-hmm. Maar dat was een gefictionaliseerde leven. Eigenlijk. Dus ik heb Anton de Kom in een roman geschreven. Okay. En dan heb je dus de wetenschappelijke biografie, en dat is die over Annie Rondas. Dus ik ga dan, er is een verschil hoe je dingen benadert, in hoeverre je verbeelding mee kan nemen of niet. Voor een wetenschappelijk werk natuurlijk niet. Maar als jij een stripverhaal schrijft, bijvoorbeeld over het leven van Anne Frank, dan kan je dingen opvoeren waarvan je niet zeker weet of ze gebeurd zijn. Gevoelens van Anne Frank die niet per se... Want dat weet je niet als het zich zo opgevoelt. Ja. En dat is het fictionaliseren van een historisch personage. Oh, dus daar ga je dan op in. Okay. En de twee personages tegenover elkaar, Anton de Kom en Annie Rondas? Wow. Ja, hele andere tijden ook. Maar inderdaad wel veel overeenkomsten als het gaat over betrokkenheid, engagement. Hè, met wat is jouw rol als denker, als schrijver? Om het, in het verbeteren van de wereld die jij kent en waar jij je in beweegt. En ik denk dat ze allebei een overtuiging hadden dat, dat je moet, als je schrijft, dat je de wereld moet willen verbeteren. De beschaving zou moeten willen bevorderen, zoals Annie Rondas dat zou zeggen. En hebben ze allebei verschillende stijlen en totaal verschillende historische periodes natuurlijk ook. Maar ik denk dat die betrokkenheid en die oprechte engagement, dat bij allebei heel erg evident is. Hè? Zeker. Als we kijken naar de beide personen, Anil Ramdas en Anton de Kom, zijn er feiten van hun of zaken die bij hun zijn gebeurd of de manier waarop hun leven is gegaan, die jou inspireren om verder te gaan met zoeken naar waarheden en dat neer te pinnen? Ja. Toen ik over Anton de Kom schreef, wat heel erg indruk op mij maakte, was zijn resilience. Ik weet niet wat het Nederlands is, zijn veerkracht, weerstand als het ware. Om na zoveel tegenslag keer op keer terug te veren en het goede alsnog centraal te houden. Dat is bijna een bovenmenselijke eigenschap. Ja. Daar was ik erg van onder de indruk. Okay. En voor wat betreft Anil Ramdas is het wat mij inspireert is het niveau van zijn werk het hoge niveau van zijn denken. Mm-hmm. Dat maakt dat ik de lat voor mezelf weer hoger stel, zeg maar. Want ja, zij konden het ook. Ja. Dan moeten wij het ook kunnen. Ja, we mogen soms wel meer en steeds meer van onszelf vragen. Ja. Oké, okay, proefschrift, er is een boek. Ja. Over een film. Over Anil? Ja. Oh, nou, ik ben wel benaderd door wat mensen, maar ik weet niet waar het op uitloopt. En ik ben eigenlijk ook niet daarmee bezig, want ik ben een nieuw boek aan het schrijven. Dus wanneer zij concrete, we gaan binnenkort praten, als zij echt concrete ideeën hebben. Dan. Maar je staat er niet onwelwillend tegenover? Nee, in principe sta ik open voor alles, maar moet het niet mijn schrijverschap overschaduwen. Okay. Want het liefst zit ik gewoon thuis aan mijn bureau, dan schrijf ik gewoon een nieuw boek en dan moeten mensen me niet te veel lastig vallen. Als het leuk genoeg is en het is te combineren. Ja, dat wel. Oké, en je hebt het al over je nieuw boek.
de geschiedenis van Suriname. Hoe kwam je daarbij om dat te doen? Er is in Nederland een groot succes geweest van David van Rijbroek, een Belgische schrijver. Die heeft Congo geschreven, de geschiedenis van Congo. En dat is een heel groot internationaal succes geweest. Vanwege waarschijnlijk het feit dat hij ontmoette ooit een man die zelf niet eens wist in Congo hoe oud hij was. Die was waarschijnlijk meer dan 100 jaar oud. En die man heeft zijn levensverhaal verteld. En David van Rijbroek heeft dat levensverhaal helemaal teruggevolgd naar zijn grootouders. En heeft eigenlijk aan de hand van die familiegeschiedenis, is die grote geschiedenis van Congo, die super complex is en heel moeilijk en echt ook een heftige geschiedenis is, heeft hij die geschiedenis verteld aan de hand van die persoonlijke verhalen, toch? En het idee is dus, ik ben ook geen historica, dus de geschiedenis van Suriname, hoe het redelijk abstract nog in mijn hoofd zit, is om dat te vertellen aan de hand van een aantal verhalen. Persoonlijke verhalen van mensen, van families. Van, weet je wel, en dan ga ik helemaal, ik begin bij het allereerste begin, de eerste bewoners. En dan hoop ik dan natuurlijk hier te eindigen. En dan wil ik, doordat ik zo dicht op de mensen zit en op de herinnering van de mensen en de oddos, de kinderliedjes, daarin zit heel veel geschiedenis, hè? De achternamen, je weet toch? Dus aan de hand van dat ding, wat eigenlijk nooit in een groot historisch werk wordt opgeschreven, want we blijven de hele tijd bij feiten, jaartallen, winsten, verliezen. Ja. Vanuit het menselijke ga ik dan steeds terug naar de grote geschiedenis. Maar de mens gaat centraal staan. Dus ik zoek heel erg naar verhalen van mensen. Dus wanneer mensen dit zien. Oké, okay. Je mag gelijk oproepen. Ja, laat ze me mailen. Ja. Karin@amatmoekrim.com ja. Is niet moeilijk. Nee. Mijn achternaam is een beetje moeilijk, maar oké. Okay. Ja, ze kunnen me zeker mailen, want ik zoek echt al die verhalen. Die, je weet toch, vroeger als je, toen je jong was, en dat je tantes met elkaar gingen praten. En dan hoor je die dingen. En de geschiedenis speelt er altijd op. Je hoort de familie, maar de geschiedenis speelt er. En dat wil ik, dat ongrijpbare wil ik grijpen. Oké, en wanneer wil je dit afhebben? Of heb je daar nog 2025, ja, dat is natuurlijk 50 dat jaar. Ja. Dus dat vindt de uitgeverij dan interessant. Lekker spannend om. Maar er is al een uitgave, geschiedenis van Suriname. Weliswaar zonder die van een Nederlandse journalist. Er zijn veel hoor, veel goede. Maar hij heeft van hem iedere keer opnieuw uitgebracht en uitgewerkt en meegewerkt. Even zijn naam kwijt. Ja, ik ook, maar ik weet wie je bedoelt. Oh, oké. Ja. Maar. Daar staan natuurlijk veel feiten in. Wat zal het verschil zijn? Is van jou meer emotie en minder feiten? Of zullen er toch ook wel feiten in? Het gaan feiten zijn, absoluut. Want die geschiedenis, de feiten alleen zijn veelzeggend genoeg om mee te nemen. Om je op te baseren, laat me dat zeggen. En het gaat veel menselijke verhalen zijn, veel menselijke herinneringen. Om te laten zien wat het effect is van die geschiedenis en de gebeurtenissen in de geschiedenis op de werkelijke levens van mensen. Want die geschiedenis heeft ons allemaal gestuurd en ons allemaal gevormd tot waar we nu zijn, toch? Dus dat wil ik laten zien. Want de echte historici, die houden zich bij de feiten en dat moeten ze ook doen. Maar ik ben geen historicus, ik ben een romanverteller, een romanschrijver. Dus ik kan die dingen toch gewoon bijnemen. En dan ga je die geschiedenis, als het goed is, als het lukt wat ik in mijn hoofd heb, dan ga je die geschiedenis echt voelen. Echt voelen en niet alleen maar hebben van al toen gebeurde dit, toen gebeurde dat. Oké, spannend. We zijn benieuwd. Er gaat nu ook in verband met natuurlijk de excuses die zijn aangeboden in verband met slavernijverleden, gaan er nu ook steeds meer stemmen op dat wij zelf onze geschiedenis moeten schrijven. Mm-hmm. Ben je daar ook voorstander van? Sowieso. Ja. Want eigenlijk elke keer wanneer dat gedaan is, dan waren het belangwekkende werken, belangwekkende stukken. Of het nou een toneelstuk is, hè? Of het nou Thea Doelwijd was destijds met haar stukken. Of dat het bij Slaven van Suriname. Of was het of de pamfletten. Of Michael Slory met zijn gedichten die hij hier op straat verkocht. Ja. Elke keer wanneer mensen schrijven vanuit het eigen perspectief, zijn het waardevolle documenten. En misschien merken mensen dat helaas in hun eigen leven niet, maar het gaat altijd, gaat men erop terug kunnen grijpen en zeggen van hé, deze denkers, deze schrijvers, deze hebben we ook voortgebracht. Ja, zeker. Oké. En is er een onderwerp waarvan je denkt, daar moeten we ons in vastbijten? Iets dat geschreven moet worden door Surinamers, waar ze ook zijn. Ja, waar ik mee worstel, en ik denk iedereen altijd, is toch hoe ongehoord en ongezien de geschiedenis van de inheemse uiteindelijk is. Mm-hmm. Hoezeer we ook erkennen dat zij de eerste bewoners zijn, et cetera, et cetera. Hun eigen geschiedenis, hun eigen verhalen. Daar zou ik
erg nieuwsgierig naar zijn, toch? En ik denk dat we dat allemaal uiteindelijk, als dat iets centraal zou, als hun verhalen, hun geschiedenis, zoals ik dat begrijp, dan oraal gezien eigenlijk overgeleverd wordt. Als die zo centraal zouden staan in onze cultuur, zoals Anansi of zo, hè? Maar dat we allemaal ook die verhalen vertellen. Dat gaat echt iets doen met de samenhang ook van een volk, toch? Als je elkaars verhalen ook leert kennen. En het begrip. En ze zeggen ook, als je niet weet waar je vandaan komt, kan je ook niet weten waar je naartoe gaat. Precies. En zij zijn daadwerkelijk de eerste bewoners, dus hun verhaal moet inderdaad geporteerd worden. Ik vind het wel heel goed. Daar heb ik nooit zo over nagedacht. Ja, daar ben ik. Dus misschien heb je bij deze iemand een idee gegeven om dit te gaan schrijven. Ja, nou, Karin, ik wil je bedanken voor dit gesprek. En we kijken uit dan naar de volgende publicatie. Dankjewel. En dat was een heel interessant gesprek met Karin Ahmad Moukrim over de boeken die ze schrijft. Maar ze heeft natuurlijk ook wel interessante informatie gegeven over wat er misschien nog kan ontbreken aan onze geschiedenis en het schrijven daarvan. Blijft u kijken, want we hebben nog meer voor u in gesprek met. Welkom bij dit tweede gedeelte van In Gesprek Met. We gaan praten met Thomas en Yobun Polimé. Dat zijn personen die bezig zijn met het jongste museum in Suriname. Er komt namelijk een museum op Driedubbeltje. En daarover gaan we praten, het initiatief daartoe en hoe het proces nu allemaal verloopt. Meneer Thomas Polimé en Yobun, welkom in ons programma In Gesprek Met. Om te beginnen, we gaan met de vorige generatie beginnen. Ja. Kunt u vertellen wie is Thomas Polimé? Thomas Polimé is een Yuka afkomst of Alkaanse afkomst. Geboren aan de Kotika rivier, als ik nou mogen meegenomen door mijn vader naar het dorp Moitaki aan de Tapanahoni. Mm-hmm. Daar opgegroeid, centernaat op Carmel, vanuit Carmel naar Paramaribo. Onze centernaat Siswatama, van de broedergemeente. Yeah. En van Siswatama naar Nederland om inrichtingswerk te doen en terug te keren naar Suriname om op een van die internaten te gaan werken. Maar ik ben tot... Je bent niet teruggekomen. Nee, niet teruggekomen. Ja. En u bent antropoloog geworden. Ja, antropoloog is sociaal cultuurwerk gedaan in Culemborg, waar ik mijn vrouw heb ontmoet. Ja. En vandaar naar Utrecht, waar ik antropoloog heb gedaan. En ja, verschillende onderzoeken gedaan. Vooral in Suriname en Frans-Guyana. Ja, kunt u toch vertellen wat voor onderzoeken u heeft gedaan? Ja, eerst onderzoek was familierelatie onderling, zoals bijvoorbeeld je komt een dorp binnen en je noemt je naam, dan weten ze precies hoe de relatie in elkaar zit aan de rivier. En het geeft mij dan een soort structuur, een soort bekendheid waar ik mijn onderzoek deed. Ja, ik zal de juiste naam daarvan niet noemen, maar hopelijk is het begrijpen wat het betekent. Ik denk voor elke Yuka. Het bekend is dat men moet weten uit welke dorp je vandaan komt, wie de familie is. Daar introduceer je zelf mee. Dus, ja. Okay. Verder onderzoek wat ik gedaan heb. Ik heb bijvoorbeeld voor de Nederlandse ambassade een soort gemeenschapsontwikkelingsproject gedaan. Begin jaren 90 in Paramaka, een woongebied in Trans-Guyana. Toen AIDS net zo bekend was, heb ik een AIDS-preventieproject gedaan, vooronderzoek gedaan. En daarna, recentelijk heb ik een paar onderzoek voor de Franse ziekenhuis in Cayenne. En bijvoorbeeld hepatitis, maar dan gaat het niet om hepatitis, maar het gedrag van mensen dat bevorderlijk is voor verspreiding van AIDS. Ja. In dit geval.
Oké. Okay. We komen straks terug op onderzoek dat u verricht, maar ik wil natuurlijk ook eens even kennis maken met Jeroen. Ja. Vertel even, wie ben je? Ja, mijn naam is Jeroen. Ik ben geboren en getogen in Culemborg. Dat is een stadje in de buurt van Utrecht in Nederland. Dus een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder. Ja. Een Nederlandse moeder die geboren is in een klein dorpje in Gelderland, genaamd Herreveld. Zelf heb ik de achtergrond in de organisatiewetenschap. Mm-hmm. Dus ik heb organisatiewetenschappen gestudeerd in Tilburg. Ja. En momenteel werkzaam als consultant bij Deloitte, een adviesbureau. En ik ben voorzitter van Stichting Locomocandi. En dat is een stichting die mijn vader Thomas in de jaren 80-90 van de 20e eeuw heeft opgericht. Eigenlijk met het idee om de marroncultuur zichtbaarder te maken en ook te promoten. Dus dat eigenlijk in een notendop. Ja. 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 Oké, okay, je vader. Ja. Hoe is het om met zo'n vader op te groeien? Ja. dat is een goede vraag. Ja, ik denk dat mijn vader ons, zowel mijn zus, hè, want ik heb ook nog een zus, en ik ons heel veel meegegeven heeft van de marroncultuur, ook in de opvoeding. En dat wij tegelijkertijd ook heel erg Nederlands zijn opgevoed. Okay. Dus ik denk dat de balans daarin voor zowel mijn zus... af en toe wel uitdagend is geweest, maar ook wel heel mooi. Want het heeft ons heel veel geleerd ook van wie wij zijn als mens. En heeft ons ook gewoon heel ver gebracht. Ja. Ik denk ook nu, ik ben zelf ook heel erg veel op dit moment met de marroncultuur bezig, dat ik toch echt wel voel dat het onderdeel is van wie ik als mens ben, maar ook waar mijn interessegebied ligt. Ja. En ook waarom ik nu zo gedreven ben om ondersteuning te bieden aan het museumproject. En kun je misschien uitleggen, want je zegt je voelt je gedreven. Waaruit komt die energie om voor die dreefkracht? Ja, dat is echt wel... daar kom ik de laatste tijd ook veel meer achter. Ik merk ook, we zijn nu net terug uit het binnenland... Mm-hmm. Dat je toch voelt dat als je ook als je in het binnenland bent, het geeft je een bepaalde energie. Ik woon in Nederland, ik ben geboren in Nederland. En ik kom. Het is nu de derde keer dat ik in het binnenland ben. Ja. Maar elke keer voelt het weer alsof ik dat er weer een stukje van mijn persoon weer. Weer gerevitaliseerd wordt. Ja. En dat geeft mij heel veel energie. En ook als ik zie hoe de mensen daar leven, die krachtige marroncultuur nog heel levendig is. Ja. Ik denk dat dat, als dat een beetje antwoord geeft op je vraag, is dat toch de manier is waarop ik die energie eruit haal. Mm-hmm. En ook om bezig te zijn met dat museum. Ja. Omdat ik ook leer heel veel. Ik leer elke keer als ik daar ben weer wat over mezelf, maar ook over de cultuur. Mm-hmm. En je ziet ook dat bijvoorbeeld de jongeren de mooie jongeren in Suriname eigenlijk ook niet meer zoveel weten over hun eigen cultuur. Ze trekken veel naar binnen, of naar de stad, waardoor ze toch wat meer... afgezonderd raken van hun eigen cultuur. Ja. En ik merk ze bij mezelf dus dat als ik ermee in aanraking kom, het alleen maar meer energie geeft. Dus dat geeft mij ook wel meer energie om die cultuur zichtbaarder te maken en onder de aandacht te brengen bij de nieuwe generatie. Ja. Als u dit zo hoort, wat hoort u, meneer Porini? Nou, het is op zich plezierig om te horen. Omdat je dan soms als vader... je zit in Nederland tussen twee culturen, mm-hmm. tegenwoordig tussen verschillende culturen. En dan weet je niet of de opvoeding die je geeft, of dat te begrijpen is. Dan weet je al dat zijn moeder een Nederlandse moeder is. En dan heb je geen tijd als je moe van je werk komt om in het Surinaams met hun te praten. Ja. Terwijl als een Surinaamse moeder en een Surinaamse vader, dan praat je vanzelf automatisch. In het Surinaams in dit geval.
Ik weet niet of het slaan tongen op elkaar of wat zou zijn. Ja. Maar dan leren ze die taal ook, al zouden ze niet vloeiend kunnen spreken, maar dan leren ze dat op die manier. Maar die kans hebben ze niet gehad. Dus je kan geen Amerikaans praten? Nee, nee. Dus maar je bent het aan het leren. Ik ben het aan het leren. Dus ja, ja, het ook, elke keer, ook, ja. Hè, deze week ook, als ik je familie tegenkom, dan komen ze weer van, waarom spreek je geen Amerikaans? Ja. Nu vader moet het je leren. Ja. Nou, vader, nou, dat moet iemand anders. Ja. Maar ik merk wel, dat het gaat steeds beter. Dus okay. Daar ben ik wel heel blij om. Okay. Maar ik vind het soms wel jammer dat ik niet al die gesprekken kan... Je kan volgen. Nee, precies. Ja. 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 Ja, ik probeer samenvatting van... Ja. Te maken, maar goed, dus ja. Niet ja, want volledige verhaal. Ik gebruikte daarnet ook een woord en toen dacht hij van, wat is dat nou weer? Ja, ik zei pisipisi en die is ook kaas, is gewoon Saranatong. Ja, ja, pisipisi, ja. Ja, dus, vaker met Surinamers optrekken. Ja, inderdaad. Oké, en nu dan waarover we willen praten vandaag. U bent, of jullie zijn bezig met een museum in Marwijnen, nog een museum in Marwijnen. Met name in Dridabbetje. Ja, kunt u vertellen, hoe is dat idee ontstaan? Ik dacht in 2015 was mijn vader overleden. Toen ben ik naar de begrafenis gegaan. En toen kwam ik op die tabbetje. We gingen meedelen en toestemming vragen wanneer hij begraven zou worden. Mm-hmm. Kunnen worden. En toen kwam ik met hem aan teken. Toen zei hij van, ja, ik wil je iets vragen. Wil dan het cultuur van ons, dus dingen die we hebben, zowel materieel als immaterieel, voor een deel beschermen, voor zover we dat nog niet hebben. En behouden ook, levend houden, voor zover dat mogelijk is. Ja. Ben ik terug naar Nederland gegaan en heb gepraat met verschillende instellingen. En zo kwam ik bij RCE, dat is Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, terecht. En nou, een museum wil daar meewerken. Dat hebben we dan in 2017 een missie gedaan voor inventarisatie, verkennismissie van de vraag van de Gramman. Ik wil mijn erfgoed beschermen, wat kan ik doen? Dus, dat is Gramman Bono Felanti. Ja, en voor mij heel slim, iemand met heel veel kennis. Als je met hem praat, dan merk je wel dat hij heel veel van de geschiedenis af weet. En heel spontaan. En gisteren hebben we hem bezocht en de vraag of dit mag wel of niet, want het is een project. Ja, klopt. Ja. Dat mocht, als je bezig bent met een project, dan moet je kenbaarheid aangeven. Ja. En toen kwamen we in 2017. In verkennis onderzoek gedaan, die tabiki bijna overal in Paramaribo, tot Frans-Guyana zelf, hoe ze het daar doen in Maripasoula, ver in de binnenlanden. En kwamen terug in Nederland, in een rapport geschreven, kwam uit op een museum waar je dingen kunt bewaren. We zijn gestart met een aantal kleine huisjes, traditionele woningen om die te behouden en die te interacten zoals dus bestaande woningen, want dat is ook niet bewoond werden, maar dat is heel complex, heel moeilijk om die huizen van mensen te krijgen voor de stekt en voor het museum. Mensen willen dat niet zo gewoon staan, zakt in elkaar, dan is het klaar. Ik denk dat familieboedels vaak zijn, dat niemand meteen kan zeggen. Mm-hmm. Maar dat is toch voor drie huizen gekund. Okay. Die hebben we opgeknapt, twee opgeknapt, ingericht. In het laatste zijn we mee bezig geweest de afgelopen dagen. Met name met muziekinstrumenten van Marons. Marcel Pinas, daar hebben we een beroep op gedaan om eens in te rekken, ietsje abstracter dan de anderen, want de anderen zijn echt zo traditioneel mogelijk, zoals de huizen van tevoren uitzagen. Ja. Okay. Dat hebben we gedaan en ik ben zelf heel blij mee. Ja, ik zie het dat dit ingericht is, dan heb je een fase van het project afgerond, wat er nog moet komen, dus capaciteit opbouwen, training geven. Mm-hmm.
En jonge mensen die voor de begeleiding, dus zeg maar, continuïteit, is ontzettend belangrijk. De teksten moeten nog komen, maar die teksten zijn zo goed als klaar. Dus de verkeerhuizen van Marcel Pinas is abstracter de inrichting van hem. Met muziekinstrumenten die we dan verzameld hebben. En het is het tendent toevallig. Het is ongeluk, maar het is ongeluk tegelijkertijd voor het museum verbegold dat door de mijnrampen, dat ook aan de Tappanaan-woning ook twee mensen via het ongeluk hebben gehad. De ene heeft het niet overleefd, de andere wel. Hetzelfde dak als in het Matawai-gebied ook, 15 mensen verongelukt zijn. En reden maar ons begrafenis is een ritueel wat niet alleen rouwen is, rouwen dan op verschillende manieren. Verdriet, maar ook blijdschap, wat je met zo iemand in het leven meegemaakt hebt om te laten zien dat je dan aan hem denkt. En dat is dan vaker met muziek en dans. Maar ook alle rituelen omheen. Vrouwen, mannendeel en pendadoppen en stampen. En wat ze ook Billy Akisi noemen, dat mannengedeelte. Dat is de persoon, dat het laatste keer zeg maar, de kist open doen, een doek inleggen. En we hebben zelf doeken gehad. Dat doeken wat open blijven, dat zijn mensen komen met honderden doeken. Een kist kan dat niet. En de doeken dan verdeeld. We worden verdeeld onder de mensen onder die de er mensen zijn. Die er zijn. Oké, mooi dat we dat alles daar gaan zien. Kan je misschien uitleggen wat er in de huizen, dus naast dat van de muziekinstrumenten, zijn er fysieke dingen die we gaan zien in dat museum? Nou, wat je. Wat Thomas volgens mij kort al even toelichtte, is dat er drie museumgebouwen zijn. Juist. En de eerste twee museumgebouwen zijn voornamelijk ingericht op basis van hoe de Marons vroeger leefden. Mm-hmm. En hoe ze nu nog steeds leven. Mm-hmm. Dus daarin zie je bijvoorbeeld traditionele visfuiken, die ze vandaag de dag nog steeds gebruiken om vis te vangen. Niet zoveel meer als vroeger, maar nog steeds wel. Traditioneel servies wat werd gebruikt. Mm. De kisten waarin de pangjes altijd werden gestopt, bewaard eigenlijk. Die er nu ook nog steeds in zitten. Dat is ook wel mooi om te zien. Maar ook bijvoorbeeld skeletten van skelettenkoppen of skeletten van mensen? Dat zou wel wat zijn inderdaad. Nee, skeletten kop van dieren die je in de binnenlanden van Suriname ziet, zoals bijvoorbeeld een tapier. Hè? En dat is met name omdat die dieren ook gegeten werden. Mm-hmm. En dat het ook wel, toch wel, denk ik, voor mensen interessant is om te zien hoe. Hoe die dieren, wat voor skeletten die hadden. Of, hè? Mm-hmm. Misschien kun jij daar wat meer toelichting in geven. Ik denk een goede jager. Mm-hmm. Als een trofee. Kijk maar hoe goed ik ben als man. Dat is een goede jager. Dat is ontzettend belangrijk. Dus eigenlijk meer als trofee. Oké, komt er een uitbreiding? Of blijft het bij deze drie huisjes? Uitbreiden in de zin van capaciteitsopbouw. Mm-hmm. Maar streven naar een nieuw gebouw. Dat je dan ook wisselende tentoonstellingen kan houden. Maar ook een paar kamers dat gasten daar kunnen verblijven. Ja. En belangrijker nog, waar nieuwe aanvullingen bewaard kunnen worden. Dus een soort van depot. Kwetsbare objecten zoals textiel enzovoort. Mm-hmm. Dat je daar kan bewaren totdat als daar niet meer kan, de Surinaamse eigendom komt er iets in de hoofdstad waar dan ook met betere klimaten waar je dat kan bewaren, dan gaat het daar naartoe. Maar het is van het niet aan het kiezen of zo. Zal het verhaal van de omgeving
ook verteld worden van dat gebied? Ik denk dat het bewaard kan worden, wat wij dan ook, objecten wat wij hebben, wat keramiek betreft. Mm-hmm. Heel veel keramiek, ook oude flessen. Ik zag net bij het Surinaams Museum, zag ik even wat flessen van eind 1700 staan, die we daar ook hebben. Die hebben zonder een kankantrieboom. Kankantrieboom ken je wel, dat is een heilige boom voor de Marons. Stonden en die lagen op de grond. En dan gingen we telkens weer de kapiteins, een van de kapiteins die lid is van het Digitabiek Museum, die heeft een aantal opgegraven. En die had daar neergezet en vanaf die tijd elke graven weer wat uit. Hij heeft net een jeneverfles opgegraven. En heel mooi. Die neem je niet mee, hè? Die ligt nee, daar. Die staat er. Ja, want we horen vaak, kijk, sowieso is het bewustzijn in Suriname nog niet heel erg voor wat betreft bodemstukken. Mm-hmm. Dat wanneer ze worden opgegraven, het niet mooi in je huis moet staan. Maar mm-hmm. het vertelt een verhaal over de geschiedenis van het land. Dus je moet eigenlijk naar een museum, weet je. Of, dus dat bewustzijn moet sowieso nog komen. Dus, nee, maar goed. Ja, dus, wat dat dus, betreft, wat gezegd moet worden, ik heb van Tode van Velzen, die had zijn nabestaande kinderen, die hebben dan bijvoorbeeld twee bankjes teruggegeven. Oh. En die had Kan de Gama gegeven en die heb ik, die hebben wij dan in feite meegenomen. Die staan nu in het museum. Dus dat is, wat dat betreft zijn er veel Surinamers die wat meegenomen hadden. Ja. Dat is natuurlijk privé-eigendom niet uit het museum. Maar er liggen natuurlijk ook spullen in musea in Nederland. Zeker. Anders ga ik te veel uitweiden. Nee, ik wil wat van een delegatie vertellen wat wij dan pas heel recentelijk gezien hebben. Ja. Vraag bij Kit, of ja, Kit, Wereldmuseum tegenwoordig. Mm-hmm. Wereldmuseum, en van die staaf, dat is dan die de Brahman op kapiteins krijgen, als ze drie hebben. Maar ze weten ook niet waar het vandaan komt. Eentje, we kunnen ze vertellen hoe het daar terecht is gekomen. Van anderen weten ze niet. Weet en ze het niet, was mooi dat de mensen ook konden vertellen wat voor functie zo'n staaf heeft. En wat erop stond. Maar deze daar stond er niks op. Dus mijn aanvulling zou nog zijn op jouw vraag, hè, van gaat het verhaal van de omgeving verteld worden, is dat er zijn zoveel verhalen, zoals je ook van mijn vader hoort, dat het denk ik wel heel erg belangrijk is om het verhaal van de omgeving ook wat breder toe te lichten. Dus zowel de geschiedenis als mede de verhalen die er vanuit de gemeenschap zijn. Dus ik denk zeker dat we dat gaan doen en ook in de toekomst verder... ook in de context van het museum verder uit zullen breiden. Omdat het voor de mensen zelf ook heel belangrijk is. Ja, u gaf ook al aan, veel mensen kennen hun eigen geschiedenis niet. Ja. Dus het is heel erg belangrijk om het te vertellen. En om ook aan het narratief weer nieuwe verhalen toe te voegen. Ook de oral history van de mensen die in de buurt zijn, dat het verhaal verzameld wordt. Dat is wel een leuke. Wij hebben met de stichting hebben we nu ook een platform ingericht. Mm-hmm. Noemen ze het Maroon Memorial Platform. Okay. En de bedoeling is inderdaad op basis van de verhalen van de gemeenschap digitaal toegankelijker te maken. Ook voor de mensen in de omgeving daar. Aan de hand van foto's of audiobestanden die ze dan zelf kunnen loaden en daar dan met z'n allen ook wel commentaar op kunnen geven. Oh, om dus op die manier... Ja. Het collectief geheugen, spreek je dan aan. Ja, precies. Het is echt een platform ook voor de gemeenschap en we willen graag dat het ook beheerd wordt door de gemeenschap. Mm-hmm. Dus we hopen ook dat uiteindelijk de sociale cohesie ook versterkt tussen de generaties. Heeft het museum al een naam? Of? Die Tabiki Museum. Oh, en die Tabiki Museum heet het. Dus dat is goed. Er is een stichting voor opgericht vanaf het begin af. Ja. En daar moet aan gewerkt worden. En dus, bestuur en de mensen bestuur, die gaan beheren. En versterking, samenwerking. De directeur natuurlijk. De directeur. samenwerken met... welkom een kandidaat. De jonge generatie. Precies, en dat is, ik merk wel dat
dat potentie en dat ze sterker en sneller zijn, dat ze dan snel oppikken. Ja. En, ja, dus dat is mooi en hoop maar dat dat doorgaat. Ik denk dat er één vraag is waar mensen nu mee zitten. Is het al toegankelijk? Moet het nog toegankelijk worden? Nee, mogen alle toeristen erop af? Mogen Surinamers erop af? We zijn nog druk mee bezig. Daarom ben ik gisteren met de Gama gaan praten. Verlopen nog dus nog informeel, niet ja. Nog niet, maar ik denk als je daar komt en je wil het zien, dat met toestemming van de kapitein die daarover gaat, dat je dan binnen mogen kleuren. Ja, precies. Ja, precies. En dat is, ja, ik vind het ontzettend mooi dat je dat niet lang... alleen voor jezelf kan behouden, maar dat ook voor anderen. Dat het gedeeld kan worden. Ja, gedeeld kan worden. Ja. Dat is mooi, zo zijn. Ja. Okay. Ja, en je ziet nu, we hebben dan van de week het derde museumgebouw ingericht, samen met Marcel Pinas. We gaan er echt op bezig waren dat er al heel veel kinderen die dan vanuit school komen, allemaal even binnenkomen, kijken van hoe ziet het eruit. En zijn allemaal heel erg geïnteresseerd. En willen ook graag meehelpen. Dus dat geeft al wel aan dat de animo er nu al wel is. Maar ik denk dat de mensen in het dorp zelf al wel inderdaad een beetje binnen kunnen kijken. Mm-hmm. Maar dat het museum wel zo snel mogelijk ook toegankelijk kunnen maken voor het brede publiek. Ik denk dat wel binnen nu en... laten we er nog geen toezeggingen over doen, maar op de korte termijn zeker het museum... Eerste helft 2024. Ja, dat is wel precies. Veilig. Dat is wel veilig. Ja, het is wel veilig. Hopelijk de opdrachtgever of zo, dat die dan op het moment maar is iemand die dan merk ik de hele oog is. Dat die dan op het moment in gaat begaan, dat die grondelijk voorgeeft of zo. Ja. Op welke manier dan ook dat open. Het is van hem, het is voor Suriname. Ja, sowieso is het voor Suriname. En mooi, is in dat gebied, maar het is voor Suriname. Ja. Ja. Nou, mooi. Mag ik jullie bedanken voor dit gesprek. En uiteraard veel succes toewensen met ons jongste museum in Suriname. Ja, bedankt. Ja, ook bedankt. Ja. We gaan ook even in gesprek met Marcel Pinas, die zoals u heeft gehoord in het gesprek met Thomas, ook meehelpt met het opzetten van het Dita Biki Museum. Marcel Pinas, jij gaat ook een bijdrage leveren aan het Dita Biki Museum. Hoe ben jij erbij gekomen bij dit verhaal? Eigenlijk op Thomas Polimé, zeg maar de initiatiefnemer, ken ik al een tijdje. Dus ik heb een aantal projecten met hem gedaan in Mungo bij de Kibiwi Koni Research Center. En we spraken altijd erover dat er... maar in het binnenland, in die Tabiki, gebouwen daar omgebouwd moesten worden, ingericht moesten worden tot museum. Dus eigenlijk, we hebben een tijdje erover gesproken. En op een gegeven moment zei hij van, ik ben al begonnen om die gebouwen op te knappen. Denk erover na. Voor die inrichting. We hebben al een aantal instrumenten, dus even een lijst gestuurd. En toen heb ik een schets gemaakt van hoe het eruit moet zien, dus die vormgeving, hoe je het moet presenteren. Dus dat is eigenlijk gebeurd. Dus eigenlijk zo is het tot stand gekomen dat we elkaar ondersteunen om zeg maar ons erfgoed een beetje te behouden en te bewaren en over te dragen. Ja. Oké, en wat is dan jouw bijdrage? Dus in principe mijn bijdrage is dat ik ik heb geholpen om het vorm te geven om die objecten te plaatsen. Maar ook om objecten uit te zoeken en hoe we het vorm kunnen geven. Dus ook adviseren, maar ook meelopen. Want ik vind het heel belangrijk dat, weet je, meneer Thomas is ook al een beetje
aan de oude kant. Dus andere mensen moeten opstaan om dat werk te doen. En vooral hoe het initiatief komt weer uit de gemeenschap, weet je, dus dat vind ik zo fantastisch. Ja. Dat niet iemand is van buitenuit die zegt, dit is wat we moeten doen. Maar dat wij gewoon de noodzaak ervan inzien, dat ons erfgoed geïdentificeerd moet worden, behouden moet worden en overgedragen moet worden. Oké, hoe zullen, het museum daar en natuurlijk het museum in Mungo, zullen er ook gezamenlijk projecten worden uitgevoerd? Eigenlijk dat is de bedoeling waar we naartoe gaan. Hè? Dus dat we zeg maar simultaan activiteiten willen ontwikkelen. En altijd ook verwijzen naar. Dus wanneer mensen komen naar Mungo, moeten ze weten van dit is een kamer ingericht met objecten uit die tabiki. En het eigenlijk het verwijs ook naar die tabiki. Dus wil je meer beleven, dan moet je naar die tabiki gaan om dat te zien. En in principe, we onderschatten het, maar we zijn zo rijk in Suriname als je kijkt naar cultureel erfgoed van de inheemse, van de Marons, van de Javanen, van de Hindustanen, weet je, van de mensen in de stad. Weet je, we beseffen niet hoe rijk we zijn. Dat we in principe, als we alles goed conserveren, goed presenteren, dat het stimulerend kan zijn voor de toerisme sector en waarbij de lokale mensen profijt daaruit kunnen halen. Weet je, dat mensen dan zeg maar in hun betrouwbare gebied kunnen blijven en geld verdienen met wat hun voorouders allemaal hebben achtergelaten. Want ik reis wel, overal in de wereld. Mm-hmm. Maar wanneer mensen zien wat ik doe, dan zeggen ze van wauw, is zo uniek. Yeah. Weet je, dus onze cultuur is zo uniek, we moeten dat koesteren. Oké, en dan, ik had het ook met Thomas erover, dat er fysieke, dus er gaan objecten zijn in het museum, maar dat ook het verhaal van het gebied verteld wordt, gebruiken, tradities. Hoe gaan jullie die verzamelen? Dus in principe wat er gaat gebeuren, dus we moeten beginnen. We zijn al begonnen, weet je, om één, alvast het visueel te maken, zodat mensen zien dat er iets gebeurt, wat de meerwaarde er kan zijn voor de gemeenschap. Want dat is heel belangrijk. Dat mensen snappen van, doordat dit is gekomen, dit project is ontstaan, dat de bootsman verdient, de vrouw die daar eten verkoopt verdient. Ja. Die jongens of meisjes die we gaan trainen, om als tourguide te dienen, weet je, dat ze daarvan iets overhouden. Mm-hmm. Maar ook, weet je, wanneer mensen komen, zeg maar het leven van onszelf in het binnenland van Suriname is uniek. Is gewoon een bezienswaardigheid. Recent kom ik ook vandaar en ik heb dingen gezien die ik 40 jaar terug heb meegemaakt als kleine jongen. Hoe, wanneer iemand doodgaat, wat de proces dat ze gaan pinda, boko pinda, en dan gaan bijna 50 vrouwen pinda pellen en dat gaan branden op vuur en dat gaan stampen. En de dag daarna, dat de fond Alice, weet je, het hele proces, weet je, het is zo interessant. En daarna de manier van vergaderen, de manier van kutu, hoe ze tot een overeenstemming komen, hoe lang zo'n meeting duurt, weet je. Het is bijzonder om dat mee te maken. En, het is bijzonder. Ja. Een beeld wat ik ook heb gezien dat mij heeft getroffen, is dat bijvoorbeeld op het eiland van die Grama, Grama Bono, dat er daar inheemse waren, zo'n 6 inheemse Indianen. En die komen helemaal uit Apatina. Toen dacht ik van, maar wat doet die inheemse hier? Oh ja, ze komen hier voor 2 weken, 3 weken. En dan jagen ze, ze zoeken naar vis en dan verkopen ze. Weet je, samen zijn, samen doen. Ja, ja, ja. Het is hun gebied geweest. Ja, ja. Maar ze wonen verder. Maar wanneer ze terugkomen, worden ze ook omarmd. Dus dat is een voorbeeld van hoe we eigenlijk met elkaar moeten leven. Weet je, hoe je draait of keert. Ja. Wij van Paramaribo kunnen zoveel van de mensen in het binnenland leren. Op verschillende fronten. Ja. Weet je, en dat moeten we
gaan benutten. Ja. En die mensen niet meer zien als een stemvee, maar dat ze een bijdrage hebben om te leveren aan de wederopbouw van Suriname. En dat laat meneer Thomas zien in dit project. Oké, dus nu zijn jullie net terug uit het gebied. Wat gaat er hierna gebeuren? Dus nu, we zijn nu bezig om te kijken. Mensen kunnen het nu gaan bezichten, maar er gaat een opening komen, ja. Een launch. En dat gaan we inplannen. Mm-hmm. En daaraan zijn we nu bezig om in Mungo ook alvast nieuwe objecten te verzamelen die een beetje opknappen. Dan gaan we die ook opstellen in Mungo. En dan komt er een moment dat we dit project gaan presenteren en mensen gaan uitnodigen om het te gaan beleven. Oké, dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. En succes natuurlijk met het museum ook. Graag gedaan. Tot zover dan deze aflevering van In Gesprek Met. Ik hoop dat u genoten heeft van de informatie. En ik nodig u uit namens het totale team natuurlijk om volgende week weer afgestemd te zijn op een nieuwe aflevering van In Gesprek Met.